Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Zoals jullie weten zijn wij in Amerika en ik vroeg of jullie nog tips hadden wat jullie zouden willen zien in de video's. En heel veel van jullie die zeiden het lijkt me leuk als je naar de Walmart gaat. En eigenlijk hadden we dit idee al om een speciale Christmas special te doen om een aantal uur lang in de Walmart te lopen. Dus dat is precies wat wij vandaag gaan doen. Yay! Enter and name a car for the Walmart. Let's go! We komen binnen en hier zijn kerstkoekjes. Indulgent sandwich cookies. Maar heb je deze kerstkoekjes wel gezien? En hier kan je wat lekkers te eten kopen. Mocht je honger krijgen. Yes, waar zullen we beginnen? Zullen we naar de spullen gaan? Oké. Ik ga even kijken naar deze taarten. Oh, sweet potato pie. Mini pecan tarts. Oh, peach apple cobbler. Ah. We doen dit expres voor kerst, want er zijn allemaal kerstdingetjes. Een Christmas shop daarachter. Wally Wally World. We gaan ons niet laten afleiden door alles wat we nu om ons heen zien. We gaan de linea recta naar de Christmas shop. Trim the tree like a rockstar. We gaan nu de Christmas shop in van Walmart. Oh. Oh. Waarom kun je een Christmas tree trimmen? We zijn in een soort van kerstmagazijn. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Het is te overweldigend. Oké, hier heb je allemaal lichtjes. Kijk hoe gaaf. Dit is een laser op je huis. Up to 297 vierkante meter. Wauw. Mini vintage lights. Hey, dit lijkt wat we in de tuin hebben. Kijk die. Voor bosjes. Als je bosjes voor je deur hebt. Window Wonderland Window Projector System. 6 Halloween movies. 6 Christmas movies. Er zitten gewoon films in die je op je huis kan draaien. Nou, dit zijn allemaal lampjes. Dit zijn cadeautjes. En deze auto heeft een water cannon. Dit is wel grappig. Dit ook, hier heb je ook wel zo'n ja, monster auto. Wat een mega ding, hé, moet je kijken. Ja? Echt wel heel murken. Ja, nee, maar ik bedoel die doos alleen al. Maar je moet er ook met z'n tweeën in kunnen. Huh? Kijk, dit vind ik leuk. Een frozen koets. En een soort motorbike dingetjes voor kids allemaal. Oh, deze zijn cute. Om op te hangen. Of niet? Een soort... Ja, hier. LED cookie cutter lights. Battery operated. Die kunnen wij thuis gaan ophangen. Alles wat de batterij is, kunnen wij in principe meenemen naar Nederland. Doen? Zullen we... Die cookie cutter? Voor volgend jaar dan. Ja, die vind ik wel echt heel leuk. Ja. Ze zijn echt heel leuk. En bronzig. Oh ja, die is zeker mooi. Maar hier koopt iedereen ook zo te zien. Oké. Oh, deze bakken alleen al. Oh, dit zijn cadeauverpakkingen. Ze hebben ook zoveel dingetjes om het in te pakken, zeg maar. Dit zijn dan enveloppen. Nou, dan gaan we even hier. Dit zijn weer lampen. Oh, wauw. Dit is om aan je deur te hangen. Ja. Wat vet. Hier, en van die sokken. Stockings. Die kaleidoscope light. Ik vind dit allemaal heel grappig. Ik vind het heel eng hoor. Wat is dat? Animated Gingerbread Man mug. Gaat dit dan bewegen of zo? Hier, inflatable. Dit is opblaasbaar voor in je tuin. Teddybear is leuk. Oh, kijk nou, om van die dingen om neer te zetten. Dit is ook allemaal opblaas. Opblaasdingetjes. Elfjes. Oh! Met lichtjes erin. Mega groot. Oh, deze vind ik nog leuker. Vliegtuig, denk ik. Er is een vliegveld hiernaast. Kijk die koets. Die vind ik echt super gaaf. Sterren voor op je boom. Kijk, wij hebben een piek. Ja, wij hebben een piek. In Amerika doen ze gewoon een vette ster erop. Ik vind die denk ik het mooist. Nou, dat is een ster. Oh ja. Oh, daar zijn ze. Huh. Hier nog veel meer dingetjes voor kerst. Kijk,
je die mega candy canes die je in je tuin kan... Ja, die kan je erin steken, denk ik. En dan geeft het licht. Oh, vet dit. 101 soorten inpakpapier voor kerst. Nog meer soorten inpakpapier. Oh, kijk al die ribbons voor erop. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Een bordje met North Pole. Hier hebben we een soort nepbomen allemaal. Slierten. Oh ja, dit zijn allemaal bomen. Dit is gewoon... Oh. Dit zijn alternatieve bomen. Kijk. Dit. Wauw. Het is zo lekker kitschy allemaal. Kijk nou, een bal met bals erin. Kerstballen. Oh. Oh, dit zijn dan standaarden. Nog meer ballen. Ja, het is ik zou zeggen, welke vinden jullie het mooist? Je mag kiezen. Welke zouden jullie in je boom hangen? Ik moet eerlijk zeggen, ik vind ze allemaal niet zo heel mooi. Het is zo verschrikkelijk kitschy allemaal. Funyuns, dat zijn niet mijn faves. Maar Foefje denkt dat wel. Snacks. Allemaal snacks, party mix. Packet full of smiles. En nog... Wow, kijk die ballen erboven. Even een verhouding. Dit is mijn hand. Allemaal inpakpapier. Oh, dit is mooi. Kijk hoe groot en mooi. Wauw. Wauw, dit is even next level slierte dit. Kijk die, met die grote stukken blauw erin. Oh, I know. Ik zat ook al te kijken naar die grote. Dit is echt heel mooi ook gewoon zo. Maar... Wat moet je ermee? Waar hang je dit in? Ik weet het niet. Maar even jongens, hun inpakpapier is ook veel... Hier, even groter en langer. En that's what she said en zo. Maar ja. Oh, daar komen de lelijke bals weer. Wat is dit? Mini ornament. Ja, ik weet niet, ik vind de ballen hier tegenvallen. Weer... Poef, weer megaballen. Is dat voor mensen die zo'n boom hebben van... Van 5 meter. Ja, precies. Dat je in zo'n hoog plafond en dan dat je dat neerzet. Ja, de ballen zie ik dan lekker dicht. Ja. Wat is dit? Wat? I'd rather be hunting ball. Oké. Okay. Heel eerlijk, ik vind dit echt mega leuk. Die daarboven, die spiral tree voor in je tuin. Die dan? Ja, die gekleurde. Ja, die zou ik neerzetten. Hier is alles voor oud en nieuw. Het is niet zo heel veel. Misschien komt dat nog hoor, dat het na kerst wordt opgehangen allemaal. Maar ze hebben wat toeters, wat mutsjes. Hier wat bordjes. Dat is cute, maar dit is het. Niet zo veel. Ze hebben hier ook al kalenders voor het komende jaar. De original pocket calendar, dat past toch helemaal niet in je zak. Oké, dat was hem. We gaan nu de gewone Walmart dingen in. Oh, ik zie hier wel meer winterdingetjes. Kijk, deze stocking met knuffels. Oh, dit is voor honden, denk ik. Ja, dit, kijk dan, er zit een bot in en zo. Zo leuk, voor je hond. Oh ja, nog meer nieuwjaar pakketjes. Oh, hier is nog veel meer, joh. Leuk. Oké. Oké. Knuffeltjes. Ornaments. God, wat is het toch gruwelijk lelijk, jongens. Foefje. Ja, die is wel leuk. Ja, oh. Zullen we een spelletje spelen wie het lelijkste ding kan vinden? Lelijkste ornament. Dat is te moeilijk. Oké. Oh, wat erg dit. Oké, we moeten binnen 30 seconden iets lelijks vinden, oké? 3, 2, 1, go. Oké, we zijn terug. 3, 2, 1. Oh, het zit wel in dezelfde groep. Great minds think alike. Maar, ik heb nog iets anders. Wat is dat? Maar waar laat je het? Ja, daarom is het zo lelijk. Waar doe je dit? Dit is het lelijkste wat ik kon vinden. Daar zit een mistletoe in, hè? Zo van, nu moet je elkaar een zoen geven. Oh, godver. Oké, we gaan even alles langs, want het is gewoon... Wat de... Foefje, ik heb nog iets lelijkers gevonden. Dat is afschuwelijk. Ik zag deze ook. Oh. Maar dit ook.
Ja, maar die kleuren zijn ook fel, jongen. Dit ook. Het is allemaal zo lelijk. Dit is afschuwelijk. Hé, deze. Ik kan een leuk fotootje in doen. Fijn. Het is ook gewoon de bedoeling dat je gewoon dit en dan de rode versie hiervan doet. En dan de groene en dan de gele. En er gewoon allemaal ophangen. Ja, en dan je boom helemaal vol hangen ermee. Oh, dit is ook prachtig. Ja. Ja. Is dat een speciale taart? Oh, kijk deze. Kijk deze. Nou, nah, dit is toch bijna een grap, hè? Je denkt van, worden we geprankt hier of zo? Nee. Ja. Ja. Mooi. Ze zijn wel bezig met hun Pantone kleuren. Ja, dat is waar. Oh, dit is ook schitterend. Voef, dit is serieus een zaagmachine. Voor in de boom. Ja, beeld, schoon. Ja, mooi hè. Oh, dit is ook echt de mooiste ster die ik ooit heb gezien. Godverdomme. Kijk, wil je nog een soort van zeedier aan je boom hangen? Ja. Leuk. Een neutron ding. Het is... Oh, deze is ook wel bijzonder. Ik zou dit kapot maken om de balletjes eruit te halen. Oh, kijk deze prachtige. Oh, deze vind jij wel mooi. Die heeft wel wat. Ja, kijk deze schitterende bal. Pauw, dat is een mooie pauw. Ja. Ja, wat de... Dit... Ja. Laat het even op je inwerken, hè. Ik bedoel, de beauty, de class, de style hiervan. Wie heeft dan bedacht dat dit mooi is? Ja, die had ik net ook al gezien. Deze hond met vloef en met zo'n steen erop. En... Dat is wel jouw favoriete hond. Ja, maar dit exemplaar? Nee, dat betekent dat jij het mooi moet vinden. Deze vind jij leuk. Ja, die heeft al wat. Kleur groen, dat klopt toch niet? Het moet donkergroen zijn, niet gifkikkergroen. Wat is dit? Ja, dat weet ik niet. Een piepschuimbal met piepschuimballetjes erop. Serieus? Oh, er viel gewoon een balletje af. Gewoon, dit kan je ook heel mooi in je haar verwerken op kerst. Mooi. Oh, kijk deze gezellige uil. Ziet er ook leuk uit. Oh, dat is leuk. Ah nee, we zijn wel heel negatief. Nee, dat is leuk. Eerlijk, als jullie zeggen dit is mooi... Ja, die kan je mooi in een kerststukje steken. Ja, nee, maar kijk, weet je, dat is ook het mooie eraan. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Ja, eens. Dit vind ik oprecht best cute. Oké, ja. Die hoed vind ik ook wel geinig. Oké, ik probeer positief te zijn, maar... Oké, die is mooi. Die gaat. Ik vind die eikel wel echt weer lelijk. Vind je ook leuk? Het gaat gewoon... Waarom al... Kijk, zo is die mooi. Kijk, daar hebben we bot. Oh ja, fijn. Oh, deze is leuk. Ik heb een leuke gevonden. Oh, die is cute. Die is leuk. En dan heb je eigenlijk leuk. Dit nodig, eronder. Zie je dat? Ja, die heeft iemand eraf getrokken. Ja. Kijk, deze mega buttonmuis. Ja. Of deze, Joy. Oh, dit is leuk voor als je katten hebt. Oh ja. Oh, dit is ook leuk als je katten hebt. Voor de manicure. Ja. Ik weet niet wat dit is, maar ik vind het mooi. Ik vind deze wel leuk eigenlijk. Ja? Ja, stiekem wel. Ik vind deze wel leuk stiekem. Ja, dat, ja, ja. Ja. Oh, ik dacht dat het een bel was. Ik weet niet waar jongens, die gaat. Iedereen die dit kijkt, zeg even welke hanger jullie favoriet... Nee, welke jullie qua ugliness jullie favoriet was. Dat je zegt, nou die wint. De mooiste? Sorry. Iron Man, Captain America, Darth Vader. Poppetjes. Ja. Kijk dit ding. Ja. Leuk. Dit is voor aan je deur. Die vind ik wel grappig eruit zien. Ik vind die wel mooi. Nee, die vind ik echt oprecht mooi. Is het zacht of niet? Ja, het is zacht. Ik vind dit echt een hele mooie. Moet je wel echt een mega deur. Ja, dat is waar. En ik vind die strikken vind ik ook wel mooi. En... Pretty. Oh, een cadeautje. Thank you. Je hebt er niks aan. Maar het is wel mooi voor onder de boom, zoiets. Als decoratie. Ja. Dit zijn een soort van mini hangertjes. Ja. Oh, leuk. Classy. Oké, we gaan naar de volgende aisle. Hier hebben we bakken. Dat is niet heel spannend. Het zijn allemaal plastic bakken.
voor je kerstspullen om ja, te doen. Inderdaad. Dit zijn kleurboeken. En hier, wat is dit? Giftbox. Oh, dit zijn allemaal doosjes om dingen in te doen. Leuk, voor de cadeautjes. Jelly letters. Dimensional wall art. Vind ik best mooi. I like it. Hier heb je mutsjes. Oh, roze hebben ze ook daarachter. Maar ik vind die groene wel cool. Ik vind deze wel leuk. Ik vind die kerstboom ook wel cool. Daaronder. Oh, maar hier zijn ook hele mooie sokken. Hè? Kijk die. Oh, die is mooi. Eerlijk, ik zou deze serieus doen. Ik zou die doen. Hè. Die? Ik vind deze net iets mooier met die peertjes zo. Ja, dit is bijzonder. Kijk, heb ik er al army versie. Hey, dit is. Maar kijk, dit is vorm je boom. Zeg maar om eronder te leggen en dan kan je daar cadeautjes op leggen. Kijk hoeveel ze er ook hebben. Die past daar ook weer bij. Dus koop je die sok en dan heb je helemaal in één stijltje. Die is mooi. En hier heb je allemaal tasjes. Cadeautasjes. Niet heel spannend. Het is een beetje hetzelfde als wat wij hebben, denk ik. Wel natuurlijk meer. Oh, dat zijn allemaal leuke labeltjes en zo. Kijk nou. Fijne cadeautjes. Dit zijn van die gezellige dingen die je voor de deur kan leggen. En... zijn dit... Oh nee, dit zijn gewoon decoratiedozen. Ik dacht dat dit adventkalenders waren, maar dit zijn gewoon dozen om cadeautjes in te doen. Dus je betaalt al $8 voor een doos om je cadeau in te doen. Wauw. Ik heb een kerstcadeau voorzien. Oh, yummy. Oké, dit zijn dus allemaal dozen. Huisdingetjes. Niet zo boeiend. Lampjes. Lampen, spa, oh, badkamerdingen, dat vind ik wel leuk. Dit vind ik dus echt geniaal. Bathroom space saver. Kijk, kan je zo om je wc zetten, je hoeft niet te... Oh ja, je moet wel tegen de muur vastmaken, denk ik. Kan je je producten daar kwijt? Le sponge. Le sponge. We maken het Frans. Oh, dit zijn de leuke dingen. Kijk daar, de wasmand in een rekje. Dit is een leuk rekje, een decoratief rekje. Oké, je moet kiezen in je huis. Die donkere of die lichte? Je moet kiezen. Je hele wc vol met dit hout of met dit wit plastic. Bakjes voor beauty dingetjes. Oh, hier word ik blij van. Heb ik dit nodig? Hier weer lichtjes. Niet zo heel boeiend. Ook weer verbouwdingen. Ik vind het persoonlijk niet heel boeiend. Dit deel ook niet echt. Wat is dit? Een heerlijke stoel met Bluetooth erin. En hij kost maar $120. En hij past in dit doosje. Oh, daar zit een subwoofer en een tweeter erin. Oké, we slaan best wel een stukje over nu. Want dit is allemaal, weet je wel, gamma-achtige dingen. En dat wil ik niet per se heel lang filmen. Sportdingetjes. Ski shooting? Ja, ski shooting. Ski. Dat denk ik toch? Ski. Oh my god, voef draai om. Ik heb het beste ooit gezien. Oh, de pink versie. Dit is toch een grapje? Ik zou het hier kopen. Maar dit is toch voor fun? Take pride, it's a daisy. Dat staat er echt. Fietsen! Huffy, onze Burning Man bikes. Even kijken, wat hebben ze nou meer? Dit zijn allemaal dingetjes om buiten te spelen. Dit is echt voor kids. Zo, dit is echt een hele enge Kong. Kijk, deze King Kong. Oh, er zit een poppetje bij. Dat is wel leuk. En dan hebben we hier allemaal Lego dingen. Build Bonanza. Kaarsen. Dit zijn allemaal. Oh, dit is gewoon. Dit is een beetje nagedaan van Bath & Body Works. Qua soort kaars en grootte. Kijk, en dan heb je hier allemaal geuren.
Oeh, juicy watermelon. $3 maar. Een stuk goedkoper ook. Oh, pumpkin spice. Blocks. We hebben een keer heel veel van deze gekocht. En die hebben er allemaal in brandertjes gedaan. Ja, kijk, al die smaakjes. Maar Bath & Body Works wint toch wel, moet ik eerlijk zeggen. Yankee Candle. Dit hebben wij ook. Even price-wise. Dit is ongeveer, nou wat zal het zijn, €13? Nou, ons wel duurder. Allemaal spelletjes. Lol, surprise, 7 layers of fun, the game. Kitty! Oh. Ik zag ook net Hungry Hippos. Ja, ik zag wel meer spelletjes. Ik dacht, maar dat... Sociale Monopoly. Maar dit zijn de kinderen. Ik zag ook... Dit is kinder. Monopoly. Maar hier komen een beetje de... Oh, okay. Ja. Hier, Uno. Dit zijn een beetje de kaartspellen. Puzzles. Stiften. Dragon drippings. Eeuw. Is het slimy? Yep. Oh, kijk hoe vet die sing-along machines zijn met Bluetooth. Wat is dit? Hey, ik vind dit leuk, dit LOL Surprise. Fizzy Factory, Fizz Press. En dan maak je zelf fizzy dingetjes. Kijk deze num-noms. Een Froyo. Oh, nail polish maker. En dit... Wauw, nail polish maker. Dit is echt vet leuk. Al die meisjesdingen zijn echt leuk. Wat hebben we hier? Play-Doh. Oh, face fashion stickers. Oké. Okay. Allemaal baby puzzels. Strongest wobble ball ever made. Dit is hip. Fof, ken jij dit? Dit is helemaal hot nu bij kinderen. Who will you hatch? Ja, maar precies deze. Deze Hatchimals. For real. Oh, oh. Moet je kijken. Er zit een kipje bij die je dan... Die eet hij dan op. Tickle me Elmo. Tickle me Elmo. Oh, dit... Dit is zo leuk. Kijk allemaal Hatchimals dingetjes. Robotknuffels. Best wel een evil beer dit. Ik sla elektronica even over. Ik weet niet of je dat interessant vindt, maar ik niet. Net als deze mannenschoenen. Really don't care. Dit zijn ook mannenschoenen. En dit zijn kinderschoenen. Die slaan we ook even over. Dit zijn damesschoenen. Zouden ze nog wat leuks hebben? Ik vind het niet zo spannend. Ik ga er snel doorheen. Die zijn wel cool. Boots. En slofjes. Is nog cute dingetjes. Hé, hey, dit is een beetje, lijkt een beetje wat ik heb van UGG. Oh, die zijn cute. Die zijn leuk. Unicorns. Ah, die vind ik wel lachen. Maar ze hebben mijn maat denk ik niet. Grapje, dit is mijn maat. Zal ik ze halen? Ik heb ook die leuke scordeld in mij. Die is wel echt heel cute ook. Nee, ik heb leuke stoffen thuis. Nee, het is wel heel schattig. Oeh, is dit voor kinderen alleen? Denk het wel, hè? Oeh, dit vind ik leuk. Oh, ik film deze even. Dit is wel echt heel leuk. Dit zijn cadeausets. Kijk bijvoorbeeld van Zelda. En dan zit er een collectible coin in. Een plush, een journal, drinking glass. Nou, allemaal dingetjes. Superleuk dit. Kijk, dit is nog eens handig. Gewoon, hoppakee, 18 paar sokken. Ik ben in één klap vanaf. Oh, die kerstslofjes. Hoe leuk is dit? Of die? Superleuk. Ik sla de kinderdingen ook even over. Pyjama's. $10. Oeh. Is er een... Wacht, is er een topje? Het is best wel druk. Ik ben bewust op vrijdag gegaan. Dat is het vroegste wat we zouden kunnen eigenlijk. Omdat ik dacht, als we het weekend pakken, dan zitten we net voor kerst. Dus mega druk. Maar het is vandaag ook wel druk. Dit ziet er lekker... Dit glijdt gewoon uit mijn hand. Zo lekker ziet dit eruit. Oh, lekker man. Een fluwelen vloefkool. Ik ga hem kopen. Dit is zo lekker zacht. Ze hebben ook in het grijs, maar ik hou me in. Nee, ik ga voor zwart. Oh. Oh, dit zijn echt van die dingen. Zo lekker om thuis te dragen. Of dit...
echt een leuke pyjama broek. Oh, ik heb een poep emoji. Oh, deze is leuk ook. Super zacht. Ik hou van dit soort broeken. Oké, er is serieuze concurrentie. Want we hebben deze. Maar nu ontdek ik deze zeer fluffy zwarte broek. Ik denk dat dit hem wordt. Die is nog ietsje zachter. Ja, dit wordt hem. Hoe vind dat ik deze moet nemen? Yep. Want ik ben dat blijkbaar. Zijn we ook met Street Fighter? Kijk, ik ben Cookie Monster. Alleen ik kan niet echt... En ik ben... Jij bent de Grouch, ja. Nou, oké. Vooruit. Omdat ik van fluffy pyjama's hou. Ze hebben ook hele zachte badjassen. Echt super nice. Oh, die vind ik wel mooi. Deze rode badjas. We hebben toch kofferruimte. Ik zou hem mee kunnen nemen. Wacht. Kost dat? Ja, $18. Ik wil dit. Ik wil dit. Gewoon een badjas van de Walmart. Prachtig. Ze hebben allemaal van dit soort oma pyjama's. Dat vind ik dus ook te gek. Maar ik had vorige keer al wat pyjama's gekocht. Oeh, deze is leuk. Granny style. Oh. 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 Wacht even. Is dit een mega hoodie? Om thuis te dragen? Zoals jullie weten leef ik in mijn badjassen. Oh, het lijkt eens een ladle. Oh, er zit alleen geen capuchon op. Ja, dat maakt niet zo uit trouwens. Die andere heeft het ook niet. Oh. Oh, dit is ook een zipper. Dit vind ik dan weer leuk voor de zomer. Gewoon om thuis te dragen ook. Van die kamerjassen. Al vind ik deze erg doorzichtig. Kijk, winterse pyjama's. Oh, cute. Kerst. Mitsjes. Ik vind deze eigenlijk best wel cute. Maar die vind ik echt leuk. Maar dan moet je wel een soort van witte jas hebben of zo. Zoiets heb ik uit Hongkong. Heel veel zakjes met ondergoed. En bijna geen strings. Het is vooral onderbroekjes en zo. Dat is zo jammer, want ik koop wel van die strings in packs. Maar, nou, en BH's. Je kan hier passen, ze hebben pashokjes. Climate kleding. Voor de winter. Oh, ik krijg soms wel eens te horen dat ik te hard adem in de camera. Sorry daarvoor, maar ik kan mijn adem gewoon even niet inhouden. Oh, nou zeg ik het net en ik vind lace thongs. Maar 1, 2, 3, 4, 5 voor 12. Oké, dat is zeg maar hetzelfde prijs als bij Victoria's Secret. Dus dan haal ik ze liever daar. Kleding. Floef. Nou, het is weer een beetje pyjama stijl dit. Gossie. Het doet me een beetje denken aan Hema. Soms kan je er wat leuks in vinden, maar het is vooral heel basic eigenlijk. Maar ja, de kwaliteit niet per se verkeerd of zo. Ja. Het is heel basic. En het gaat tot echt de hoogste mate, zeg maar. Kijk. Broeken. Super stretch allemaal. Hip fluweel. En dit zijn weer kinderdingen, denk ik, ja. Het zijn vooral van die hele praktische dingen, weet je wel? Zoals dit. Basic t-shirtjes of zo. Oeh, kijk die truien. Dat is nog eens leuk. Zacht. Basic t-shirtjes, die heb ik al in de zomer gehaald. Basic vestjes. Basic earthing. Oh my gosh. Ugly Christmas sweater. Ik moet er dus nog eentje. En deze heeft licht. Hoe dan? Moet ik hem dan aanzetten? Nou, deze doet niet. Oh, zijn neus geeft licht. Wat fout en leuk tegelijk. Oei. Glittertruien voor kerst. Dit is volgens mij unisex. En ze hebben wel meer van dat soort kleding. Dat dan zeg maar voor mannen en vrouwen is. En leggings voor sporten. Die zijn lekker cheap ook. Tientje. Ik hou van hele basic leggings eigenlijk. Soms heb ik een gekke, maar ik zou liever iets als dit willen. Dit dan... Nou, die gaat ook nog wel. Ja, misschien dat ik deze doe. Ik heb dit nodig. Basic zwarte sweater.
Gewoon letterlijk simpel met niks erop. Kan best chill zijn. Ik wil dit, denk ik. Ja, dit wil ik. Nee, ik denk dat ik hem deze kleur neem. Ik weet niet. Er blijft van alles plakken aan deze trui, zie ik. Laat maar. We gaan door. Vesten, truien. Deze ziet er ook. Die ook. Lekker zacht. Dit vind ik best leuk nog eigenlijk. Kom ik weer met dat rood. Ik weet niet wat ik met rood heb. Floopy, schaapachtig. Deze squad goals. Zouden we het de squad goals kunnen noemen? Serieus, dit is toch te lekker om thuis te dragen. Laten we kijken, die neon kleurtjes. Ik word hier best een beetje happy van hoor. Met name deze. Ik wil deze wel. Ja, dit vind ik leuk. Oh, ik heb alleen nog maar comfy dingen, jongens. Oh, en allemaal super floofy. Oh, Victoria's Secret rip-off. Er staat zelfs Angel op. Cleansing brush. T-shirtjes. Ik vind het best wel een leuke trui. Niet deze, maar deze. Beetje gekkig. Alleen dan moet ik... Zou alleen maar XXXXL, jammer. Lounge pants. Oh, wauw, die zijn vet. Is cool, hè? Ja. Dat is Jim Lee, denk ik. Moet je voelen. Zacht. Oh, en boxertjes. Ja, dus deze boxers zaten echt perfect. En dit zijn de enige die ik in mijn maat heb kunnen vinden. En I don't care hoe ze eruit zien. Oh, die je vorige keer hier had gekocht. Ziet er toch leuk uit? Heb nee, je die, ze aan? Nee, die heb ik niet aan. Maar die Punisher. Ja, ze zijn wel leuk. Ja, het is oké-ish. Ja. Ze zijn wat langer. Oh, wacht. Deze is wel... Oh, wacht. Deze is heel lang. Ja. Sieradendoosje. Een sieraden. Dat is niet echt mijn ding. Oeh, tasjes dingetjes vind ik wel grappig. Oeh, wat is dit? Dit is een spaarpot. Een spaarpot. Oh, dit is ook een vrolijke spaarpot. Hé, dat lijkt op wat ik heb voor mijn armbanden. Maar dan groter. Hé, waar is dit ook weer van? Dit doet me denken aan een knuffel die ik vroeger had. Maar ik weet niet waar dat van was. Messy hair, don't care. Bear with me. I'm okay with my crazy. Ik krijg wel eens comments van, oh wat stoer dat je tegen je camera durft te praten in de winkel. En vind je dat niet eng? Ja, mensen denken serieus dat ik gek ben. Dat was nu, dus ik word echt aangekeken van, you crazy. Maar boeien. Sieradenhoudertjes. En tassen. Bandana's. Mutsjes, petten. Oh, dat vind ik nog best leuke tasjes ook. Wacht, even die kant op. Ik vind deze fluffy tasjes wel leuk. En ik vind dat fluwelen tasje wel geinig. En dit. Nou, ik vind dit niet eens zo verkeerd hoor. Hele aisles vol alleen maar met sokken. Lol, Merry Christmas. Your gift is in the litter box. We hebben speciale Red Bull blikjes. En dat heeft te maken met een... Iets met Street Fighter. Ja, en dan krijg je de outfit. Ja, dus die moeten we meenemen naar Nederland. Wel op. Wanneer gaan we dit drinken in godsnaam? We zijn hier 2 weken. We hebben vast nog dat we geen nappie kunnen doen en wakker moeten blijven. Ik heb net toestemming gevraagd aan mevrouw van Walmart. Mag ik dit drinken? En dan zeg maar het lege blikje bij de kassa geeft. Zij zei, oh yeah, you're allowed to do that. Dus ja. Oh my gosh. Kijk al die dingen. Kijk die mutsen. Dit is zo grappig. En kijk die pyjama set. Met sokjes erbij, alles. Oh, gossie. Ik denk, oh wat een leuke onesie. It's the most wonderful time for a beer. Er staat create stockings that rock. Dit zijn dus allemaal dingetjes voor in je stockings of van kinderen. Want ze hangen dan een sok op. En dan eigenlijk een beetje wat wij hebben met de schoen en Sinterklaas. Dat doet hier de kerstman. Gingerbread house kit. Wat, zo leuk. Je gaat zien hoe ongelooflijk happy die gingerbread mens. Oh ja, die zijn wel heel happy. Heel happy. Pennetjes, boeken. Dit zijn kinderboeken een beetje. Dan komen we hier Spaans, Romans. Oeh, kijk die. Alleen al hoe die eruit ziet wil ik dit boek. Ik denk al dat je die misschien. Oh, die is ook wel heel cool inderdaad. Oh, is dit wat ik denk wat het is? Yep, Amish. Ja, Amish Christ. Nee, dit... Die heb jij. Nou, nee, die wilde ik halen. Maar dit zijn allemaal boeken. Action storybook? Comic. Wauw.
De Beginner's Bible. Hamstersaurus Rex. Wat? The Book of Dust. Heb jij die Reese's Peanut Butter 1 LBS? Nee. Hij zit vol met... Ik zat naar deze mega... Weet je wat het is? Dit is één hele grote Snickers trouwens. Proef je? In Shane's video met dat kindje, ja, zei hij toch, is het filled with peanut butter? Dat is dit. Dit is filled met peanut butter. Voel je hoe zwaar die is? Ik zie het. Hij crackt ook kapot. Die wel, ja, dat heeft iemand gedaan. Die zonde. Voel het. Oh, dit is serieus een Snicker. Het is gewoon echt zwaar. Het is gewoon één Snickerbar. Wauw. Dus... Twee mega Reese's. Oh my gosh, een yard aan Twix. Nee. Het zijn 18 Twin Packs. Het zijn niet twee grote. Ja, oké. Okay. Lifesaver gummies, party kit. Dit zijn nou echt van die leuke cadeautjes. Ik weet niet hoe je dit maken. Treat yourself. Candy melt. Kijk even, een doos om je treats in te doen. Koekjes om een taart in te doen. Zakjes. Baked with love. Dus als je koekjes hebt gebakken, dan kan je het in deze zakjes doen en dan aan mensen geven. Oh, voef, holiday funfetti cake mix. Cookie exchange kit. Wat? En dan stuur je het naar mensen toe? Vet. Wauw. Chocolate cookie train kit. Huh? Gingerbread cookie jar. Dus dan maak je die jar en daar doe je koekjes in. Gingerbread kit. Oh, een Elsa koekkasteel. Kijk die sprinkle sets. Voef, je bent hier nog niet klaar voor als je dit ziet. Voef, dit is de Wonder Bible. En de Wonder Bible, listen to the Bible anytime, anywhere. En je kan hem in je auto plakken, je kan hem naast je bed plakken. Wat is dit? Een fruitcake, maar hou het even vast. Dat bedoel ik. Kan niet. Oh, kijk die. S'more set. Wow. Dat is leuk. Er zit er chocola in en mokjes. Heb je dit van je chocolate cookie train kit? Gingerbread house. Dit vind ik nou echt de leuke dingetjes. Happy holiday. Cadeausetjes. Hey, dit vind ik best wel leuk. Wat zit hierin? Kwasten. Ja, het zijn niet hele spannende setjes. Oh, dit is leuk voor jongetjes. Groom and go. Zo cool. Check deze make-up brush collection. Een elf. Elf heeft best wel veel kerstsets. Dit zijn brandertjes. Zoveel. En kaarsen weer. Helemaal leuk voor de holidays. Yankee candles. Die vind ik dan best mooi, die gouden. Weer tasjes. Vloerpapiertjes. Ze doen zoveel aan inpakken en zo, hè. Dit is echt gewoon next level weer. Wat is dit? Een kaartje. Oké. Okay. Zoveel tasjes. Party supplies. Kijk wat ze hier hebben. Slijmballs. Om bij je slijm toe te voegen. En hier staat de lijm al klaar. Om slijm te maken. Pinada's. Stickers. Stickers. Leuk. Gewoon party supplies. Ook zoveel party dingetjes. Kijk hoe mooi die metallic borden zijn. Vind ik dus echt serieus heel mooi. Ook die met die stippen. En al die glow dingen. Ik heb dan body gems. Kijk, als je dan een feestje hebt, dan kan je dit uitdelen aan de meisjes. En dan kunnen ze mee spelen. Vet leuk. Hey, Foof, I speak French fries. My colorful diet. Oh, deze zijn echt mooi. Yay, congrats. Dit is nou echt mooi. Deze zou ik serieus ophangen. Balloon. Oh, dit is een machine met helium. Wat hebben ze? Oeh, Avengers. Nog meer dingetjes. Oh, kijk al die soorten duct tape. Hey, Burning Man. Die heb ik hier mee naar Burning Man. Washi tapejes. Oeh. Deze rose gold. Daar zijn we weer, speciale dozen om lekkere dingen in mee te nemen. Deze nemen we. Happy birthday met Mario. En dan kan je zelf nog opplakken hoe oud je wordt met de nummers die erbij zitten. Kijk, deze candy mold.
Mini candies. Ze hebben wel zoveel meer kleurtjes en fondant dingen en zo. En echt gewoon, wauw. Genieten dit. Party stuff. Sassy since birth. Oh my gosh, kijk deze candy melt. Mold bedoel ik. Wauw, Foefje. Om snoep te maken, cool hè? En deze hebben ze ook, die gems. Dit zijn snoepjes. En kommetjes voor die snoepjes. Hé, hey, dit had ik vroeger. Dit had ik, dit is zo leuk. Dan kan je een outfit bij elkaar tekenen, zeg maar. Dan moest je zo, moest je papier doen en dan met een krijtje of zo eroverheen. En dan kon je hem inkleuren. Zo leuk. Oeh. Wat is dit? Dit is gewoon één groot aan elkaar geplakte popcorn. Oh my gosh. Solar system mobiel zelf maken en gemstones eruit breken. Of er zit een brilletje bij, een hamertje. En die, rock tumbler. Oh, oeh, planning and journaling. Oeh, nice. Choose happy. Oh yes, oh yes. We zijn in het planner gedeelte. Woehoe. Trolls. En kijk, Elmer's slime starter pack. En dan hebben we hier zelf body lotion maken. Oh, glow in the dark jewelry. Dit is meer tekenen. Oh, ik dacht dat hier planners en zo zouden zijn, maar het is meer crafts. Create a sticker. Oeh. Zelf stickers maken. Hier hebben ze wel washi tapejes. En Elmer's glue. En andere coole DIY dingetjes. En pareltjes. Oeh. Oeh, do-it-yourself agenda's. Oeh. Oh my gosh, jongens. Dit zijn dingen voor in planners. Dit is geweldig. Huh? Huh? I need it. Gewoon alleen al voor mezelf, maar ook voor inspiratie. To-do appointment. Ik vind deze leuker, denk ik. Maar wat voor maatje is dit? Kijk, staat er een centimetertje bij of zo? Nee, ik vind deze niet zo leuk. Deze vind ik wel heel leuk. Deze heeft Bible study notes. Bible study note. Trust him. Oh, dit gaat echt over... Oh, met kruisen. Nee, die is niet echt wat voor mij. Die vind ik wel leuk, deze. Ja. Ja. Die is ook leuk. Ja. En deze vind ik ook leuk. Oh ja, dit is... Het zijn soort boekenleggertjes voor planners. Nice, die neem ik ook. Dit vind ik serieus echt heel handig. Ik vind blanco kaarten zo chill om te gebruiken. 9 van de 10 keer pak ik een blanco kaart als ik een kaartje schrijf. Gewoon ergens bij te doen. Ja, ik vind deze nice. Yep. Amazing things can happen. Mooie papiertjes voor arts and crafts. En stickers met letters en zo. Leuk. 12-month planner. Met pennetjes en washi. Dit is allemaal om te naaien en kleding te maken en te breien. Dit zijn ook weer stofjes. Oeh, egg surprise maker. Hey, planners. Ik vind deze planner heel mooi. Hey, kijk nou. Die is ook een beetje een stijltje. Kijk hoe het eruit ziet. Oh ja, het is een beetje de Moleskine stijl, zeg maar. Oh, hier ook hele mooie party supplies. Mooi. Nou, sommige dan, niet alles. Sieraden, DIY sieraden. Thank you. Knutseldingetjes. DIY dingetjes, letters. Hey,
Hey, Loom. Toch? Is dat Loom of niet? Ja. Oh, hier. Loom. Lotion. Nagels. Emoticon scrapbook. Fashion plates. Je wordt toch helemaal hebberig van? Elmer's glue. Light up board. Sharpie set. Dit zijn een beetje de schooldingetjes. Echt voor kids. Kleurplaten, kleurboeken, stickerboeken. Krijtjes. Notitieboekjes. Oh, dit trekt wel gewoon mijn aandacht, dat glitter. Miracle. Weer een planner. Ze hebben allemaal een beetje dit stijltje. Printerpapier in felle kleuren. Magnetic boards. Dit vind ik altijd leuk, zulke borden. Kan je wel plannen erop, zeg maar. Stickertjes. Post-it. Poep post-it. Duimpje omhoog post-it. Zoveel post-its. Love it. Wow. 24 pakjes. Dus rekenmachientjes. Dat zijn allemaal van die schoolartikelen, zeg maar. Zo leuk om te zien allemaal. Hier hebben we gummetjes. En andere schoolpennen en dergelijke. Sharpies! En kijk! Wat is dit? Electropop Sharpies? Colorburst Sharpies? Wauw! Oh! Oh! Wat is dit voor nepmerk Expo? Wannabe Sharpies? Bic pennetjes? Hé, hey, ik heb die potloden. Met kleur hout, zeg maar. Pennen. Check dit! Mega Sharpie! Ze hebben squishies! Oh. Ja! Nee, maar ze zijn niet zoals in Hongkong. Ze zijn niet zo zacht. Het is harder. Ja, zie, dit is dat fouten. Dit is nep squishy. Ze heten ook echt soft and slow squishies. Jongens, dit is allemaal as seen on TV. Hey, Foefje! Dit hebben we bij Shark Tank zitten kijken. Dat zijn die haardingen. Kijk, ze staat er ook op. Oh, ja. Wauw. De Sleep Styler. Ja, van QVC staat er ook op. Nou, dit is leuk. Wow, het is wel duur. $30. Ze hebben het duurder gemaakt. For short or fine hair. Vet. Just push, pump and pop. Oh, dat is mijn. Ik wil eigenlijk dit. Oh, maar wil je mini of wil je large? Ik moet mini hebben, want ik heb kort haar. Er staat ook, dit is voor kort haar. Made with marshmallow soft memory foam. Ja, maar in ieder geval wel eentje die nog niet open is gemaakt. Ja. Ja, ik ga dit doen. Ik wil dit. Proof, I'm gonna do it. Ik ga ze testen. Daily multivitamin. Yes. Dit hebben we nodig. Oranje, toch? Oeh. Cranberry, strawberry. Pomegranate. Ik wil deze. Oh, maar ik zat bij kiwi en als kiwi aardbei. Iemand ooit naar Amerika gaat, dit is echt de best. Dit zijn zakjes. Vitamine C hebben geleerd omdat iedereen er bij Burning Man nam. Het is echt top. Zullen we strawberry kiwi doen? Oké. Okay. Zou dat smerig zijn? Ze hebben zoveel smaken. Coconut pineapple. Ik denk dat... Oh, kijk hoe goedkoop Epsom salt hier is. Proef, moet je kijken. Dus bij ons hier. Dit, nee, daar kan je mee in bad gaan ook. Douchegels. Ze hebben allemaal van die mega flessen. Zeg maar, bij ons zou dit gewoon extreem huge zijn. Hier is het normaal. Het is net even iets groter als bij ons. Allemaal een liter. Oh, mondwater. We hebben mondwater nodig. Maar het is zo. Kijk nou hoe. Zo groot. En kijk dit. Kijk even naar deze grote. Haardingetjes. Tasjes. Verf. Deo. Ze hebben hier echt de beste prijs voor deo. Ik keek bij Walgreens en daar was één zo'n deo die kleiner is. Dat was $6. Hier heb je dus twee voor $3.76. Dus een hele goede deal. Ik neem altijd echt meerdere pakken mee hiervan. Shampoos en conditioners. Oeh. Lumi Glow. L'Oreal. We gaan even hierheen. We gaan beginnen bij het begin. Schuurschuim. Oh, dit is allemaal skincare. Ik vind dit allemaal niet zo heel interessant eigenlijk. Heel veel van die merken hebben wij ook in Nederland. Niet spannend. Oh, dit vind ik wel leuk, maar dat kan dan niet met onze stopcontacten. Jammer.
Hé, hey, de magneetlesjes. Moet ik heel veel voorbij zien komen, maar die werken niet blijkbaar. Helaas. Brushes en sponsjes. Oh, leuk dit. Ik vind het zo leuk. Hey, Vegas, nee. Zo, je moet gewoon hulp vragen. Dit wordt gewoon gepikt, denk ik. Grappig. Toen ik net met Eiler ging werken, vertelde ze over haar. Zij was zeg maar de eerste waar ze dit mee deden. En vervolgens Fleur de Forst en toen met mij. Burt's Bees. Dan hebben we Almay. Physicians Formula, wat echt altijd bij mij tegenvalt. Flower. Ken ik niet. Neutrogena. L'Oreal, wat een stuk goedkoper is hier dan bij ons. Bij heel veel L'Oreal. Nagels. En lakjes. En Sally Hansen. En oh, this brings back memories. $1,79. Ik heb dit heel lang als body lotion gebruikt. Ik kocht het bij de Avra-winkel en het was echt top. Maar het is zo goedkoop, hé. Het is letterlijk €1,50 of zo. Ze hebben dus helaas niet zo heel erg veel. Dit was alles. Waar is de... Waar is Wet n Wild en zo? Waar zijn al die dingen? Revlon. Revlon. Oh ja, hier is Hard Candy. Vroeger was Hard Candy een high-end merk. En nu is het zeg maar Walmart geprijsd en loopt het veel beter. Super interessant. Oh, hier is Wet n Wild. Yes. Wet n Wild. Is er nog iets wat ik wil? Ik had vorige keer die highlighter gekocht. Die. Maar dan de andere kleur. Die is altijd uitverkocht blijkbaar. Nee, ik zie niet echt iets spannends. En dan hebben we 11. Nog meer 11. Hier heb je allemaal keukendingen. Spaghetti, eggy, bash and chop. Kijk dit. En nu is het tijd voor het eten. Dit zijn stukken chicken. En hele chickens die je zo mee kan nemen die warm zijn. Oké, het is tijd voor food. Nom nom nom. Zoete aardappelen zijn hier dus mega goedkoop. Ongeveer €1 voor een half kilo. Maar andere dingen zijn dan wel weer duurder. Zoals bijvoorbeeld fruit. Komt die weer met dat bonk. Maar het moet echt zo. Het is zo zwaar. En hier hebben we groenten. Valt dus ook hoe leeg het hier is. Er is serieus helemaal niemand, terwijl de rest van de Walmart helemaal stampensvol is. Even hoor. Je moet even kijken hoe groot dit is en hoeveel chocola zit er op die appel. Kijk, een ui, één ui is 80 cent hier. Maar een avocado is 50 cent. Maar wat is dit voor ui? Ja joh. Genetisch gemanipuleerd. Hier, koekjes. Een soort Danish. Oh, kijk nou. Wow. Hoeveel frosting erop. Dit is strawberry. Oh, jongens. Hé, maar dit ziet er zo lekker uit. Het ziet er fantastisch uit. Oh. Oh, jongens. Zeg even wat jullie zouden nemen. Zou je die strawberry swirls doen? Of die gewone... Oh, ze hebben hier rainbow cake, Foef. Foef, ze hebben hier Hershey sliced chocolate cake. Hershey? Eerlijk, deze ziet er toch zoveel lekkerder uit dan die van ons. Ja, omdat er kleurstof bij zit. En grease. Kijk deze. Ik wilde jou wat anders laten zien. Hey, zesty en tart cherry pie, blueberry pie, sweet and juicy apple pie with cinnamon. Waarom zien de zoete aardappelen die hier uit alsof ze op steroids zitten? Omdat... Je weet toch wel die biggen die heel gespierd zijn? Dat heet... Dat hebben die toen. Pumpkin pie. Sea salt caramel chocolate cream pie. Het is gewoon zoveel zwaarder en creamier. Ja. Yup. Pecan almond pie with drizzle. Ik doe hier echt met... Foef. Louisiana Crunch Cream Cake. Oh. Ik kan niet meer, ik wil alles. Het is toch zoveel geweldiger om het zo te noemen dan een tulband cake. Een tulband gewoon, ja. Oh ja, goed. Bread pudding. Oh. Even voor de record, wij zijn nu 2,5 uur in de Walmart. Aan het genieten. Vanilla cupcakes in kleurtjes. Pumpkin spice cupcakes. Foef. Cookies and cream cupcakes. Confetti cupcakes, red velvet cupcakes. En dan hebben we hier powder
powdered sugared mini donuts. Frosted mini donuts. Coconut crunch mini donuts. Chocolate cake donut holes. Sour cream donut holes. Cinnamon lollipop. Oh, old fashioned cake donut holes. Waarom zou je die nemen als je die crunch kan nemen? We worden helemaal happy. Oké, okay, vanilla cream horns. En dit is dan met sugar erop. Dit ziet een beetje smerig. Apple pie, blueberry pie, no sugar, de blueberry banana muffin. Nee, dit vind ik dus echt niet lekker. Sugar free zijn die. Sugar free blueberry. Oh, dit zijn de healthy dingen, Foef. Het is allemaal sugar free. Ja, met aspartaan. Dan hebben we hier baked with price soft snickerdoodle cookies. Dat was wat ik heel gisteren gaf waarvan je vroeg van wat is dit, iets met cinnamon, dat was snickerdoodle. Ah, soft chocolate chip cookies, soft oatmeal cookies, soft peanut butter cookies, soft candy bite cookies, shortbread cookies en chocolate chip cookies. Wacht, dan is dit lemon? Nee. Brood. Amerikanen hebben heel ander brood dan wat wij hebben. Hun brood is ongelooflijk zoet. Ja, zij doen heel veel suiker. En als wij, zeg maar, mensen uit Europa hun brood eten, dan is het zeg maar, wow, het is gewoon een suikerbroodje dan, hè? Huh? Nee, dat is normaal brood, maar... Ja, maar ze hebben ook niet echt, kijk, ze hebben een paar van die sneetjes brood, maar... Maar niemand koopt dat ook. Het is zeg maar, als je brood koopt, dan ga je wel voor een bolletje of zo, of voor een croissant of iets. Hier, apple fritter bread. Ja, als ze doen van dat slaatje en een kaasje. Een ja, precies. Ze doen echt sandwiches maken. Oh, kijk hoe leuk, die donuts. Deze. Oh, in de koeling moet je kijken. Lemon tart, raspberry tart, white choco. Oh. Hey, die, kijk, daar kan je zelf iets erop zetten. The original ice cream cake. Wow. Oeh, nog meer cupcakes. Basic cupcakes. Oeh. Dit is grappig. Hier kan je dan wat opschrijven. Of laten schrijven. Ik zou hem gewoon zo eten. Banana pudding. Nom nom nom. Strawberry shortcake. Foefje. Is dat ham? Er staat letterlijk oven roasted chicken breast. Hoe kan dat? Wat is dat voor vette kip? Of is het geperst of zo? Kaas. Kaas. Mini brownie bites, mini lemon bites, fudge brownies, assorted brownies, cream cheese iced brownies, topped with Reese's, foefje, wow. Toffee crunch, ja. Nee, wil je die op? Nee, turtle brownies, wat hebben we hier, sugar, frosted sugar cookies, die kennen we inmiddels wel een beetje. Zo lekker. Oh, er zijn weer snickerdoodles. Dit is een beetje wat we net al zagen. Hier, peanut butter chocolate chunk cookies. Hey, mini peanut butter fudge no bake cookies. Thumbprint cookies. Madeleines. Apple carrot. Spice. Oh, carrot cake. Chip. Oh, lekker. Die sugar cookies. Wacht. Wat? Cookie butter filled cookies. Wat? Dus hier zit... Wat is cookie butter? Waarom... Lemon poppy seed muffins, die vind ik zelf erg lekker. Blueberry muffins, banana nut muffins. We zien het al, er zit van dat lotus is. Dat is onze speculoos. Ja, dit vind ik nou handig. Vier verschillende koeken in één, of cakes in één, sorry. Lemon streusel pound cake. Oh, ik vind alles met lemon lekker. Sour cream pound cake, vanilla cream. Wat is die zwarte? Chocolate cream cake. Als je nog trek hebt in tortillas, het wordt in zulke pakken verkocht. Yes, daar is de mega skippy. Beautiful, indeed. Yes. Diet Snapple Hawaiian Punch. Allemaal poedertjes. Cheese sauce. Dit zijn mega bakken met cheese sauce. Kijk die. En kijk die, French vanilla cappuccino. En kijk deze, zak met buttermilk pancake mix. En kijk deze syrup voor op je pannenkoek, Foef. Red hot wings, Foefje. Sweet baby Ray's buffalo wing. Zoveel sausjes hebben ze hier. Stubbs. Oh my god, Christmas cookies. Kijk hoe leuk. Kijk die halfjes. Dipped shortbread cookies. Oh, cool. En die. Oh ja. Kijk die frosted sugar cookies. Wow. En die cupcakes. Deze kleurencombinatie is beter dan wat ze in de bomen doen. Ja, eens. Half half. Afvoer. Ik hou niet meer bij of we het al hebben gezien of gefilmd. Nee, volgens mij heb ik dit wel gefilmd. Oh my god. Foefje, Jiffy.
Ja. Het is alleen iets anders. Het is geen pindakaas, maar cornmuffin mix. Daar zijn we weer bij de Oreo's. Even kijken, wat hebben ze hier? Mega Stuff, cinnamon bun, red velvet, mint, peanut butter, lemon. Oh, weet je nog bij de roadtrip hoeveel we er hadden? Ja. Dat is echt niet normaal. Reduced goodness. Reduced goodness? Oh, reduced fat. Ja. Oh, cinnamon cookie. Oh, dat is gewoon cinnamon bun. Ja. Oh, dat was hem. Oké, ze hebben niet echt hele speciale. Oh, salt of caramel dan. Mother's taffy. Oh, wat zijn dit voor neppe Oreo's? Zelfs neppe Thins. Wil je die? Ja, ik vond Thins. Ik vind ze te dun. Koekjes. Teddy's. Oh ja, ik wil wel mijn teddy koekjes. Dat zijn echt mijn faves. Wil je gewoon de chocolate chip of wil je dat gewoon niet? Ik wil chocolate chip. Dat is mijn favoriet. Ik vind cinnamon altijd het lekkerst. Ik vind birthday cake ook lekker, maar ja, chocolate chip is echt de best. Ik vind cinnamon en birthday cake. Zakjes met koekjes om uit te delen. Oreo's. Oh, oh, kijk al die dips. Ritz met cheese. Oreo cookie sticks met cream dip. Wow. Mr. Salty. En het klinkt. Oeh, lekker. Cheez-Its. Allerlei vormen en maken. Goldfish. Crisps en Thins en Ritz en cheese in a can. Oh my god, en 100 smaken. Foef. Ze hebben allemaal cheese in a can en 1000 smaken. Cheese in a can. Oh, yes. Cheddar en bacon. Oh. Cheddar, American? Sharp cheddar. Wat is nou het verschil tussen cheddar en American? Het is allebei American. Huh? Oh, ik zie iets wat jij wil. Lieverd. Wat is dit? Dit is voor op ijs. Dat, is van het, dat doe je op ijs en dan smelt het als het kou aanraakt. Hé, hey, en die. Hershey's mixers die je op je ijsje kan sprinkelen. Ja, die ga ik gewoon in één keer in. In jouw mond. Jongens, dit zijn double glazed honey cured ham. Ik weet het niet, maar dit is gewoon een... Het is niet normaal, zo groot. En dit kost $21. Dus dit is voor kerst, zeg maar. Hier heb je duck. En dit is denk ik turkey. En M&M peanut butter. Wat is dit bij popcorn en koekjes? Caramel. Oh. Festive cookies. 30-piece baking set. Oh, dat zijn kerstchocolaatjes en zo. Maar lekkere dingetjes. Thin ribbon candy? Kan je dus dit maken? Koekjes. Oh mijn god, wat moet je kijken? Poef. Heineken. Om te pappen met oud en nieuw. Oké, okay. Ook leuk. Heel veel blikjes met, ik denk met koekjes of zo. Ja, met kerstkoekjes. Poefje heeft gepakt Hershey's Candy Cane Mint Candy with Candy Bits. Poefje M&M Strawberry Nut, limited edition. Strawberry Nut. Wow. Er zit aardbei in. So many ways to mix it in een koekje, in een ijsje, in je popcorn. Ik wil dit. Yes! Ja, ik wou net zeggen, Dunkin' Donut. Maar daar stond hij koud, dan halen we hem daar. Oh, ja, en dan gelijk opdrinken bedoel je? Ja. Oké, is goed. Juices. Maar ook dit soort grote sapdingen. Ik ken eigenlijk, om eerlijk te zijn, in Nederland bijna niemand die nog zoveel sap in huis heeft überhaupt. Uh-oh. Reese's Crunchers. Heath. Pieces? Pop hem. Wat? Dit is... Huh? Nee. Deze zijn groter. Sorry, ik ken dit al. Dit zijn die met de nootjes. Van kent alles. Oh. Het is... Hey, Rolo. Yeah. Oh ja. Hey, Jolly Rancher. Oeh, die ziet er goed uit. Bites. Heel veel Jolly Rancher candies. Lemon. Lollipops. Twizzler. Kauwgom, popcorn. Poefje, don't drink the. Mint chocolate chip kauwgom. Ja, ja. Er is ook cinnamon voor jou. Hij houdt die zo'n cocoa. Oké. Dit zijn kruiden. Even serieus, butter extract. Huh? Dat doe je dan bij je eten, dan krijg je botersmaak. Lekker herbs en spices. Kijk, al die zakjes met mixen. Slow cooker breakfast, buffalo,
mega veel van die poederzakjes. Jello No Bake S'mores with Jet Puffed Marshmallow Bits. Jello Oreo. Jello Cherry Cheesecake, Strawberry Cheesecake. Jet Puffed Marshmallow Cream. Have fun with your yum. Dit zijn mini marshmallows voor campfires. En dit is maple roasters. Het ziet er ook uit als een soort van schijfjes. Hershey's Chocolate Pudding. Jello Pudding Pops. En allemaal jello smaken. Oreo Cookies and Cream. Caramel Apple. Strawberry Cupcake. Cotton Candy. Summer Berry Crunch. Chilled Berry. Dit is niet normaal, ze hebben elke mogelijke smaak. Het is geweldig. Kijk die Dark Side Berry. Oef, hoe heet dit merk? Krusty's? Die naam, Krusty's. Nee. Krispy Kreme. Nee, dit is allemaal zeg maar van onze favorite. White Yellow Devil's Food, super moist. Oh my gosh. Yum, yum, yum. Proefje, Pumpkin Spice Limited Edition Oatmeal. Wow. Daar zijn we weer. Starbucks Keurig combinaties. Deze is speciaal voor de kerst, Holiday Blend. Ze hebben ook Peach Coffee. Ze hebben en die en Peach Coffee. En hier hebben we alle cereals. Een van onze favorieten. Daar hebben we vorig jaar zo'n foto gemaakt. Heb je gezien dat het meisje hem na had gemaakt? Ja, ze heeft een foto gestuurd en ze heeft precies zeg maar mijn foto nagemaakt met dat knotje in haar. Exact hetzelfde alles, echt zo cute. Oké, cinnamon frosted flakes. Sowieso flakes. Of je wil Reese's Pops. Wat zit in mijn buikje? Even voor je informatie, mijn vinger is soort van bijna uit de kom. Mijn andere ringvinger, omdat ik zo lang al uren met de camera loop. Maar maakt niet uit, totally worth it. Lucky Charms. Lekker Fruit Loops, Apple Jacks, Fruity Pebbles. Crunch Berries, Cocoa Puffs, Reese's Puffs, Cookie Crisp, Honeycomb, Mini Wheats, Crave, Little Bites, Golden Grahams, Life. Oh, hier begint een soort van gezond worden. Cheerios, Chex, Rice Krispies, Corn Flakes, Raisin Bran. Hier zijn allemaal repen. Hé, dit moeten wij hebben voor 's ochtends, voor het sportier. Luna bars, denk ik. Ja. Luna bars, dat zijn de goede, toch? Protein. Gluten-free protein. We hebben hier ook echt breakfast, hè? Ja, maar nee, ik heb liever dan dit. Pop-tarts. Yes. Oh, god. Die Jelly Ranchers. Mega s'mores. Rice Krispie Treats. Ze hebben niet hele bijzondere pop-tarts nu of zo. Ze hebben geen Christmas Pop-Tarts. Jello. Oh wow, speciale Lucky Charms. Frosted Cinnamon Oat Cereal with Marshmallows. Kijk dan, Chocolate Donuts en Pink Donuts. Cereal. Wow, ik loop hier voorbij, ik denk het beweegt. Kijk dan. Oh. Dat zit gewoon. Wat? Hier hebben ze drankjes, we gaan even water halen. Ja. Zullen we gewoon zo'n grote doen? 24 pack. Nu allemaal meegeten. Ja. Oh ja. Orange soda. Zoveel limonades en soda's en dat soort dingen. Echt alle smaken die je maar kan bedenken bestaan. Cookies and cream ice cream. Chocolate, vanilla. Niet dat we iets meenemen hier, maar mashed cauliflower. Oh. Dat is zo lekker. Half baked froyo. Die hebben wij niet. Voor hoe spreek je dit uit? Eerst het merk. Anytizers. Daaronder staat. Wheat. Oh, foof. Wat is dat? Miniature. Wat is, dit weer voor de Keurig? Ja. Maar nee, dit is niet voor de Keurig. Het is een normale met een mini erop. Nee. Dit is denk ik een sliert aan candy. Oh, die kan je in de boom hangen. Kijk dan, Keurig heeft zijn hele eigen aisle hier. En dan hebben ze Holiday Blend, Colombian, Hot Cocoa, Toffee Nut, Classic Hot Cocoa nog een keer. Kijk, Pumpkin Spice, Peppermint Bark. Nou, dit is allemaal een beetje same, Frozen Coffee, Apple Cider, Macadamia Cookie, Holiday Nog. Dit is Eggnog, foef. What?
Oh, zoveel smaakjes. Heb jij trek in een lekkere spaghetti pie? Stacked beef burrito. New Amsterdam. Ja, maar dit is niet een normale fles. Wat is het, vodka of zo? Dit is 3 liter, ja. Nou ja. New Amsterdam, oké. Okay. We hebben die leuke trui in L. Ik ga hem kopen. Nee, ik vind deze leuker. Jongens, pumpkin spice chips voor je koekjes. Dark chocolate en mint. Weet je waar dit voor is? Ja, voor de turkey. Juist. Ja. Ik kan niet meer. We hebben nu dus wel lachen om alles. Die pipet van Grease. Dit is echt de leukste Walmart. Eén van de leukste waar we ooit zijn geweest. Heel veel verschillende types lopen hier. Ik heb mensen in pyjama's. Het is echt letterlijk. Je hebt toch zo'n pagina People of Walmart? Ja, dit is wel echt een doorsnee. En ik heb zojuist een chick gespot. Weet je wel, die zwarte peel-off mask? Die ik op video, die heeft zij op haar gezicht. Daar is ze mee de Walmart ingelopen in een pyjama met masker op. Gewoon echt. Living the life. Yep. Peppermint Twinkies. Peppermint Twinkies. Coffee cakes. Dan gaan we even Dunkin' Donuts. Wacht. Welke? Ja, die toch gewoon. Welke had jij vorige keer? Dat was original. Dan hadden we mocha en French vanilla. Volgens mij moeten we original. Ja, volgens mij ook. Maar welke is hier? Oh, die ja. Oké. Okay. De rest vertrouw ik gewoon niet qua zoet teruggeven. Ja, te zoet. Oh my god. Oh. Kim en Kanye's 1 billion divorce announced. Nee. Melania's dark secrets. Maar weet je wat het is? In Nederland mag dit dus gewoon echt niet. Je mag niet... Moet je niet denounced staan dan? Nee. Gewoon nep. Dit mag niet. Je mag niet dingen verzinnen, zeg maar. Snuggy Tails? Ik wil deze. Ik wil die mermaid Snuggy Tail. Adult! Het is adult! Aqua Glitter? Fits most adults. Nou, mij niet, wedden. Of je vraagt, wat moet je hiermee? Ik weet niet. Perfect for reading a book, watching a movie, playing games and more. Foefje wil de shark, maar die hebben ze alleen... Ze hebben eigenlijk alleen maar kinderdingen behalve deze. Dus de enige adult. Hij is zo cool. Oh my god, ze hebben nep kinder. Ja, tenminste het is wel van kinder, maar je mag natuurlijk... Zit geen chocola in? Nee, het is een... Het is... Speeltje gewoon. Nou, er zit wel iets van een chocolading in. Maar... Oh, er zit crème in. Ik zie het op de achterkant. Yes. We zijn bij de kassa, dit is de buit. Kijk, de vrouw vult dit, echt een geniaal systeem. Zij vult die tasjes en dan moeten wij dat zo pakken. Oh, zo. Oh, yo. Ja, ze was al zover. Dat had ik nog niet gezien. En dan draait ze hem door en dan vult ze nieuwe tasjes. Ja. Yes, we hebben geshopt. De buit is binnen. Ik weet niet hoe we... We hebben heel veel plek in onze tassen en koffers. En er zitten heel veel snacks in ook die opgaan. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en doe een duimpje omhoog als je dit leuk vond. Deze Christmas special. Fijne kerst allemaal. Doei.